Nee, dit is echt niet te geloven. Is dit waarom iedereen weg is? Is iedereen gewoon door de grond gezakt? Wow, oké. Gisteren ben ik hier ook geweest. En toen stond hier, was dit een smederij en dit een huis. Nee, oh nee, zeg dat het niet waar is. Oké, ik moet hier meteen weg. Het is hier echt niet meer veilig. Ik ben helemaal in de war. Ik wist dat er zombies waren, maar niet hier, zo vlak bij de stad. Ze zitten op letterlijk een paar meter van de muur. Ik wist dat ze er waren, maar ze waren altijd gespot. Nou, op het platteland, gewoon echt honderden kilometers hier vandaan. Nu zitten ze hier al. En ik ben bang dat het straks ook al nacht gaat worden, dus ik ga maar snel naar binnen. Maar laat ik eerst even checken of de oost- en de westpoort dicht zitten. Of de, ik weet niet eens wat het is. Of de andere poorten dicht zitten. Even kijken. Waar zijn die dingen? Maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik snap er echt helemaal niks van. Ooit was het zo'n vredelievend land en waren er nooit problemen. En nu opeens wel. Ja, het wordt al donker, dus ik ga maar even rennen. Ja, daar, de maan komt al op. Hopelijk zit de poort dicht. Ik heb geen flauw idee hoe die dingen dicht moeten. Gelukkig, hij zit dicht. Oké. Nou, ik heb geen tijd meer om de andere poort te checken. Ik ga meteen weer naar binnen. Want wat moet ik doen? Er is helemaal geen plek meer veilig. Ik ben gewend dat er helemaal niks aan de hand is. We hebben al, sinds we hier gevestigd zijn, hebben we geen oorlog meer gehad. Zullen we naar Troon zo gaan? Nee, dat is wel niet open eigenlijk. Het is niet echt veilig. Ik denk dat ik maar gewoon naar de koninklijke vertrekken ga. Want, nou, zou er misschien eens in de bibliotheek staan over die zombies? Zou zoiets eerder zijn gebeurd in de geschiedenis van Jeveria? Want ik kan me herinneren dat ik ooit, toen ik nog op de basisschool zat, dat ik toen iets had gelezen of zo over, daarbij geschiedenis, over een of andere virus of zoiets. Nou, dit zit in ieder geval veilig dicht, dus dat is mooi. Ik heb trouwens best wel trek, dus ik ga even kijken. Ik had hier nog ergens een reserve voor het eten. Hier niet, hier niet. Hier niet. De andere kant misschien. Hier. Nee, hier. Ja. Mooi, dan neem ik even een beetje brood mee. Zo. Mooi, dan kan... Oh, dit is trouwens ook helemaal niet veilig. Ik moet maar even kijken. Of er nog ergens nog een steen ligt of zo. Of hout. Of desnoods gewoon tralies. Even kijken. De vergaderzaal zou daar staan. Even kijken. Nee, hier niet. Het is afdeling literatuur. Waarom het hier moet, weet ik niet. Kijken. Allemaal mappen van vergaderingen. Maar hier zou het niet tussen. Dan moet ik maar even naar de bibliotheek. Hier zie ik beneden. Zo, even kijken. Ik denk, kijk, ja, dit is de afdeling geschiedenis. Kijk, hier misschien. Hier aan die kant. Nee, dit is meer het geschiedenis van het buitenland. Au, mijn enkels. Dit is meer de geschiedenis van ja, de hele aarde. Ik zoek de geschiedenis van Jeveria. Misschien hierboven, op de oudere afdeling. Want het is natuurlijk al een tijdje geleden dat ik op de basisschool zat. Want ja, koningen worden nu eenmaal gewoon wat ouder. Dat is algemeen bekend. Dus, even kijken. Het boek is al een paar honderd jaar oud. Dat sowieso. Nee, hier niet. Het zijn allemaal meer verslagen en zo van oude oorlogen. Kijken naar beneden. Nou, ik spring maar gewoon. Waarom dit trouwens zo is, snap ik ook niet. Mijn raadgever had gedacht dat dit wel mooi zou zijn. Nou, ik vind het echt heel lelijk. Maar goed. Ik kan het nu niet meer aanpassen. Ik had trouwens hier gewoon de trap kunnen nemen.
Oh, hier staat een kist. Waarom staat dit hier? Gaat hier toch een zwaarder smeden? Maar goed, even kijken. Het land Eferia? Nee, dat gaat denk ik niet in. De bevolking van Eferia? Nee. Sprookjes uit Eferia? Zou daaruit komen? Vast niet. Dagboek van de Eerste Koning? Daaruit misschien. Even kijken. Dag 1. Vandaag ben ik aangekomen in het nieuwe land. Het is nog beter dan we gedacht hadden. Er staan hier veel bomen en de mannen hebben al ontdekt dat er veel grondstof in de grond zit. Ja, dat klopt. Want dit is waar ik nu ook ben. En het is gewoon een heel rijk land met heel veel mineralen en zo. Maar goed, daarvoor zoek ik niet. Hij is blij dat het oké. Oh, hij gaat blijkbaar bijna dood. Dit is trouwens de koning waar ik naar vernoemd ben. Dit is 5 koningen voor mij en het koning Frit Jeve of zoiets. Kijk, ik heb vandaag te horen gekregen dat ik nog maar een paar dagen te leven heb. Oké, hij is dus vlak na zijn dood is, vlak na aankomst is hij dood gegaan. Er staat niet in waarom. Geschiedenis van Jeferia staat daarin misschien. Stichting van Jeferia, dat is wat ik net ook ongeveer gelezen heb. Koning van Jeferia. Ja, ziekte en epidemieën. Volgens mij heb ik het daar ooit gelezen. Hoofdstuk 1, ja, dit heb ik net gelezen. Koningen. Ja, kijk, over hem had ik het. Dit is dus mijn overgrootvader. En naar hem ben ik vernoemd. Wie zijn kind zo noemt, ik heb geen flauw idee. Maar het is natuurlijk ook al heel oud. Ziekte en epidemie. In de geschiedenis van Jeferia heeft het land verschillende ziekte en epidemieën te verduren gekregen. De eerste grote ziekte brak uit vlak nadat de oude koning in het huidige land was aangekomen. Er wordt nog steeds gediscussieerd over of dit misschien de doodsoorzaak van deze koning geweest had kunnen zijn. In het dagboek staat aan verwondingen. Maar goed, deze ziekte was namelijk een zeer besmettelijk virus. Ja, volgens mij is dit wat ik bedoel. Dat zich over de hele bevolking uitspreidde. Het zou voor vele inwendige bloedingen zorgen wat uiteindelijk tot de dood zou leiden. Ook is er in de loop van de tijd een legende ontstaan die vertelt dat slachtoffers van dit virus na dood in zombies zouden veranderen. Dit is echter nooit bewezen. Oké. Dit klinkt mij wel heel bekend. Dat zou best nog eens kunnen zijn. Maar alsjeblieft zeg dat niet waar. Zeg niet dat ik net gewoon mijn bevolking heb doodgemaakt. Nee, dat kan gewoon niet. Even kijken, wat moet ik doen? Oh, ik moet het echt niet maken, maar... Wat was dat? Nou, waarschijnlijk word ik een soort van... hoe heet dat? Achtervolgingswaanzin. Ik voel me gewoon helemaal niet meer veilig hier. Oké, ik ga me gewoon naar de troonzaal. Ik weet dat het niet zo heel veilig is, maar... Daar krijg ik wel altijd de beste ideeën. Ook altijd als er oorlogen zijn of zo, dan ga ik daarheen en dan zin ik altijd wel wat. Oh nee, er zijn er nog allemaal geweest. Als er oorlogen dreigen te komen. Maar. Ja. Hopelijk kom ik nu ook weer op een idee wat ik kan doen. Oh help. Ik ga rennen. Is hier buiten iemand? Nee, gelukkig niet. Snel de troonzaal in. Oké. Wat is dit trouwens? Oh, dit is de geheime gang naar de opslag. Wat hoor ik? Zijn ze hier ook al? Alsjeblieft, zeg dat dit niet waar is. Gewoon echt binnen de muren? Zouden ze hieronder zitten? Dit moet ik trouwens ook een keer laten repareren door... Oh shit, dat kan natuurlijk niet. Ik heb natuurlijk geen bevolking meer. Oh, ik moet er echt zo aan wennen, maar normaal zou ik dit gewoon laten maken, want het is nooit goed geweest. Nee, dan ga je hem opvassen, ik heb nog niks. Er zit al mijn geld nog veilig opgeslagen. Ja, ik ga maar gauw naar buiten. Zo. Echt maar die hap. Oké, ik zal me wel vergist hebben. Ik ga hier staan. Voor mijn boek. En dan hoop ik dat ik op een goed idee kom wat ik kan doen. En hoe ik mijn bevolking terug kan krijgen. Nee, ik voel een idee opkomen. Even denken. Oh nee, nu hoor ik het weer. Ik weet zeker dat ik het hoor. Dit is geen verbeelding. Volgens mij komt het van buiten.
Maar dat kan toch niet? Hoe komen ze in de stad? De poorten zijn toch afgesloten? Shit. Nee, niet hier ook al. Nee. 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 Dit kan niet.